Wil je graag wat verder van de grond af liggen, dan is een veldbed een goede keuze. In deze video ga ik je alles vertellen over het Oberlink Campbed. Wil je nog andere video's van ons zien? Vergeet je dan niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Hoi, ik ben Rosanne en welkom bij Oberlink. Wanneer opstaan voor jou een probleem is, of je simpelweg op zoek bent naar meer comfort op de camping, dan is een veldbed een goede keuze voor jou. Doordat je ongeveer 42 centimeter van de grond af zit, is het makkelijker op te staan en heb je minder last van optrekkende kou en condens. Het lichtgedeelte is gemaakt van stevig polyester, maar is niet voorzien van een warmteisolatie of een comfortabele vulling. Wil je het comfort of de warmteisolatie verhogen, dan kun je een slaapmatje bovenop het veldbed leggen. Het campbed heeft geen losse onderdelen en daardoor zeer eenvoudig in en uit te klappen. Het campbed is dus ideaal voor gebruik tijdens het kamperen. De poten staan schuin naar buiten en hierdoor is het veldbed zeer stabiel. Het veldbed heeft een lengte van 190 cm, is 65 cm breed en ongeveer 42 cm hoog en heeft een maximaal draagvermogen van 120 kilo. Een voordeel van een veldbed is dat je onder het bed extra opbergruimte hebt, plek genoeg dus om je weekendtas op te bergen. Het nadeel van het veldbed is dat de dunne pootjes het grondstel kunnen beschadigen. Heb je een dun of kwetsbaar grondstel, let er dan op dat je het onder de pootjes extra verstevigt. Na gebruik kun je het campbed heel eenvoudig in elkaar vouwen en opbergen in de meegeleverde draagtas. Het veldbed weegt ongeveer 7 kilo. Heb je dan nog andere vragen over het Oberlink campbed? Ga dan naar oberlink.nl. En wil je hem liever eerst even proberen? Kom dan naar onze winkel. Wil je dan nog andere video's van ons zien? Vergeet je dan niet te abonneren op ons YouTube-kanaal.